wacht wel. Nou, het gaat mij lukken op deze fiets. Wat is het bijzondere aan deze fiets dan? Nou, als je links stuurt, dan gaat hij rechts. Oké, dat is alles, hè? Ja, ik begrijp het goed dat de bedoeling is, hè? Maar hij is ook al een beetje klein, hoor. Hij is ook klein, ja. Ik zou iets meer achteraan, want ik ga snel, hè? Ja, ja. Okay. Makkelijk, hè? Nee. Ja, maar je stuurt ik moet achteruit, hè? Want jij gaat gelijk in één keer doen, dit, hè? Ja, ja, ja. Ja, doe maar. Even je eerste indruk? Nou, het is lastiger dan ik dacht. Hoe komt dat dan? Omdat die, snap je die wat ik uitgelegd heb? Ik weet niet wat het is, maar balans houden is moeilijker dan op een normale fiets, denk ik. Nou, doe maar. Wat is hier nou aan de hand? Die fiets, luister even rijden, luister, ik leg het je nog even uit. Nou, kijk even naar die fiets is goed, hè? Alleen, hij is alleen andersom, dat klopt toch? Ja, maar... Ik heb het jou goed uitgelegd. Jij bent gemotiveerd om het te doen, er is draagvlak, toch? Mm-hmm. En toch lukt het niet, hoe komt dat nou? Ja, er mankeert nog meer aan die fiets. Mankeert nog meer aan die fiets. Hij stuurt heel licht. Het ligt aan de fiets, ligt niet aan jou. Nee. Nou, nog één keer proberen, doe maar. Je hebt het nu door. Ja, ik vind het wel. Probeer maar deze kant op te fietsen. Ja, ik blijf niet op het ding zitten, kan dat? Okay, it took me in.